Yo, kijkers van Online Kims, en welkom weer terug bij een gloednieuwe aflevering van GTA nummertje 5. Goed jongens, welkom weer terug, gloednieuwe aflevering. Wat gaan we vandaag doen? Ja, we gaan dingen doen met Franklin, dus ik weet al wat. Laten we gewoon heerlijk beginnen met GTA 5. Ja, goed. Ik hoop dat jullie behoorlijk veel zin hebben, laten we gewoon heerlijk beginnen. Ja. Ja, het is donker, maar het is nu 4:15. Dus dadelijk wordt het mooi licht. Ja, wat gaan we doen? Ik wilde vandaag. Wacht, staat die in de auto weer terug? Oh ja. Hij is nu helemaal gerepareerd, hè? Ja. Mooi. Ik wilde dus vandaag eigenlijk van die parachutes doen. Kijk, hier staat daar één. Dus laten we die gewoon doen. Jawel. Daar heb ik vandaag zin in. Dus laten we dat gewoon lekker gaan doen. Zo. Er zijn nog wel wat kleine dingetjes te doen dus. Ik word misschien binnenkort GTA 5 stoppen, maar ik denk dat we dat toch nog maar even door laten gaan. Bijvoorbeeld na de zoom stoppen toch maar doorgaan dat bijvoorbeeld na zoom doen nog maandje, anderhalf maandje nog GTA 5 doen, nou dan ermee kappen. Maar dat komt helemaal goed. Maar ik was al sowieso van plan om zeker één serie te gaan draaien. Hier moet het zijn. Volgens mij moet ik hier. Oké, we moeten op dat van dat dak afspringen. Oké. Ik zie Michael's huis. Alright, let's do this. Ook moet daar. Oké. Ik weet dat daar moet zijn. Maar ook kijken naar de logo. Kijk, en nu? Nou mooi, ik heb hem dus wel gehaald. Beest. 106 heeft er wel erbij, mooi. Nu sta ik wel daar. Maar is dat loco? Hoe kom ik bij je terug? Now you respect me. Is hier geen poort, hek of zo? Nooduitgang? Als hier een keer brand is of zo? Ik wil gewoon naar mijn eigen auto. Dus tenminste iets beter dan niets. Mag ik eigenlijk wel met dat ding gewoon over de straat rijden? Jawel, dat mag wel. Ook in het eind.
En als het niet mag, ik doe het lekker toch. Want ik heb oversight aan. Als mijn auto daar nog staat. Nee, die is weg, zie je. Oké, die heb ik gehad. Zullen we gewoon die pakken? Het is ook niet echt een coole wagen om te rijden. Oh, vriend. Nou goed. De halve finale wedstrijd van zondag, die komt denk ik 's avonds laat. Ik denk vrij laat. Maar ik weet niet hoe laat ik thuis ben. Dus dan weet je dat. Dus ik kan hem zaterdag opnemen, maar dan is dat, moet ik hem zaterdag laat opnemen, want dan zijn er nog wat. Dit joh. Kun je er niet in? Oké. Ja goed. Ik denk ook weer bovenop dat gebouw. Is heel erg hoog. I'll never learn. Oh, dat is Link, jongen. Ja, uit. Oh, kijk, dat ziet er mooi uit. Rood, wit, blauw. Goed zo, 54%. Nou, mooi. Kijk of ik een auto zie. Oh shit, wel. Dan pak ik gewoon die. Zo. Nou, pak ik gewoon de volgende. Even kijken of niet. Dat kan gebeuren als je op een motor zit. Het regent ook nog hier lekker. Nou, dat mag nu ook bij mij wel hoor, regenen. Goed ja, van mijn kamer is bloed heet. Buiten is het 30 graden of zo.
Dat is hier echt zo goed. Nee. Zit hier de trap op? Nou, ik denk het van wel. De trap die is er niet voor niks. Jongens, kijk hoe hoog dan. Ja, het is gewoon hier. Waarom is dit überhaupt zo? Maar dat ze het niet doortrekken. Ik weet hoe dat komt. Ik denk dat het komt doordat... doordat de ladder op was. Of omdat het dan anders afkreeg. Ik weet het niet zo. Ja, hoe? Kijk hoe. Het is nog een stuk hoe. Dadelijk is daar niks. Dat moet wel. Dadelijk is de parachute sprong ergens anders. Dan heb je alle trappen voor niks. Maar ik heb toch zo'n parachute bij me, of niet? Nee. Ach ja, dat zien we dan wel. Als je hier vanaf flikkert, dan ben je echt de lul. Oh wauw. We zijn ineens buiten. Oeh, nog! We zijn er nog lang niet, joh. Volgens mij hoek ik nog dat ding, joh. Hebben ze hier geen... geen lift, joh. Ik wil er best wel eentje voor jullie maken, hoor. Als ik betaald krijg, de mensen. Ja, Franklin die kan het, ja. Dat is ook goed voor Franklin zijn conditie, ja. Zo. En klemmen. Nou. Zo hoog dan dat ding? Bijna. Maar bijna moet het nog een stuk. Ja, hier moet ze echt een lift hebben, hoor. We zijn al vier, bijna vijf minuten hiermee bezig. Ik denk dat ik gewoon... de lift had moeten pakken van daaruit ergens. Oh, het is een hijskraan, joh. Is de hijskraan dan zo hoog, joh? Normaal is dit toch in een wagen en het is gewoon erin gebouwd. Ja,
Ja, maar dit ding is het wel, denk ik. Want we zitten er echt boven. Recht eronder. Oh, kijk, we zijn er bijna, joh. Daar staat hij. Ja. Geef mij dat ding. Zie een zeppelin. Okay, you got yourself into this, fool. Waar moet ik heen? Niet daar hier. Man, this is really not relaxed. Ja, de groeten. Volgens mij zit er een vrachtwagen, of niet? Ah ja, dat is daar. Oh shit, die rijdt. Oh. Damn. Ja, geweldig. Die vrachtwagen die... Okay, dus ik weet waar. Okay. Ik ging meteen open. Dat was te blijven. Ik moet het weer sneller proberen te kijken. Ja, ik ga weer verder staan. Kom. Kom nou! Waarom? Oh, die is pas daar, oké. Jongen. Moet je voorzichtig eerst een klem. Ja, nu heb ik hem. Nee! Eén keer proberen dan. Zo. Ja, ik heb hem. Ja, ik sta erop. Ik ben er wel eens iets dichterbij. Het is toch niet zo moeilijk. Oh god. Ja joh. Oké. Oh, gaat hij mij ook nog aanrijden? Kom jij eens even hier, vriend. Hey!
Kom jij eens even hier. Wel af, hè? Ja, zeker. Kom er zeker aan. Hier. Op de grond, jij. Hey, come on, move! Jesus. Wat? Zullen we gewoon daar rijden? Dan rijden we gewoon daar. And greed. It's your home that defines who you are, they say. And making a little commission for listing a property on your website is the reality of the world today. Oh, shit. Dat is slim, hè? Misschien kan ik naar mijn huis. Oké, mooi, ze zijn kwijt. Hier staan. Goed, kijkers, ik ga het hier belaten. Ik hoop dat jullie er maandag ook bij zijn, want dat komt ook een GTA 5 aflevering. Dan zien we elkaar dan, kijkers. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het like. En tot maandag dan maar weer, jongens. Mazzel!